Zou het niet makkelijk zijn als we een keer een Try Not To Laughing challenge gaan doen? Ja, dat we echt niet mogen lachen, zeg maar. Ja. Welkom terug bij een nieuw filmpje. Vandaag zaten we op de trainingpage te kijken en we kwamen tegen... Klas wil dat irritante leerling de les uit wordt gezet en dit is volgens mij een hilarische sketch. Volgens mij is dit gewoon letterlijk gefilmd in de klaslokaal. Ja? Is dat zo? Zo ging het bij mij tenminste wel. Zo ziet dit er nu al uit. We gaan gewoon kijken. Blijf van mijn sneller! Leerling blijft zieken. Dit was even heel hectisch, we gaan kijken. Dit moet dus een middelbare school voorstellen, want geen enkele hoger opleiding zoals HBO of universiteit ziet er zo uit. Er zitten 20 mensen, van allemaal achter in de 20, in een lokaal. Jongen, ook geen gegiegel, Tos en Emma. Ik hallo. Ik ben een beetje verliefd. Ja. En je voelt die spanning wel tussen hun twee. Tussen hun twee, hè? Ja. Ik ken dat, weet je wel. Ja. Dat je dan echt met een 20 jaar zo contact op een beetje weg. En hij dan had op zegt, meneer, ik ben gewoon verliefd. Dat gebeurt zo vaak. Ja, er zit nou iemand een beetje een vies geluidje te maken. Oh, dat is echt leuk wanneer mensen dat geluidje maken. Een smerig geluid. Ten eerste, ik vind het een beetje een vies geluidje. En ten tweede vind ik dat helemaal niet thuis hoort hier. De Elste is echt een vies geluidje. Waar zitten we nou net te kijken? Wie denk jij dat het is? Ja. Oh, het is een murder mystery eigenlijk. Ik denk dat ik weet wie het is. Dat is namelijk deze gast. Die zit zo met zijn handen en die maakt zo een geluid. Het is echt een vies geluid, jongen. Ten eerste, dit hoort hier niet thuis, Simon. En ten tweede, ik vind het gewoon een beetje een vies geluid. Wie denk jij? Ja, ik dacht eerst die gast achterin met die bananen royalistic. Maar ja, jouw theorie die klopt. Ja, nou is het even... Dat... Ja! Yes! Heel sterk. Nou, dan kunnen we nu die video afsluiten. Nee, maar kijk... Hey, dit is Nessim van Supergaan. Dit is natuurlijk wel heel herkenbaar, hè. Zo ging bij mij ook op de... basisschool, denk ik. Nee, peuters. Nee, het kon er nog niet praten. Eigenlijk ging het nooit zo bij mij. Nee, bij mij eigenlijk niet. Wat lul je? Baby, ben jij het? Maar nee. Nou, volgens mij... Baby, ben jij het? Want dan ben ik klaar mee. Echt. En je zit me onschuldig aan te kijken, dat vertrouw ik niet. Teenslit, jongen. Dat denk je wel niet. Hou even je bek! Wat zegt hij? Vertrouw ik niet. Teenslit, jongen. Teenslit. Vertrouw ik niet. Teenslit. 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 Hou je bek gewoon, dat zeg je niet tegen mij. Wat dan? Iemand is er nou? Iemand is zich hier dood aan jou en niemand durft zijn bek open te trekken tegen jou. Houd toch op, man. Hij is gewoon grappige geluiden aan het maken. Nee, nou ja. Maar iedereen had dat die ene leerling in de klas die zit, die een snitje, weet je wel. En deze gast hier, ja, die kijkt de kat uit de boom en die is aan het genieten. We gaan niet, Sophie, we gaan niet lopen schelden, hè. Hey, leg je vraag toch goed aan, of niet? What the fuck gebeurt hier nou? De audio is niet goed gemixt in deze video, hè, want je hoort niet wat zij zegt en dan zet je hem iets harder om te luisteren naar wat zij zegt en dan schreeuwt hij ineens fucking hard. Hey, leg je vraag toch goed aan, of niet? Wat zielig. Hou jij je bek, man. Waar kom je vandaan? Heb je geen opvoeding gehad? Bailey, wat gebeurt hier nou? Ja, is er een of andere vervelende etter of zo? Ik word niet goed van dit mensje, wat sissen, grappige geluiden. Ja, maar ik heb ook het idee dat Peter niet helemaal de boel onder controle heeft daar, hoor. En ik krijg ook sterk de indruk dat dit misschien toch wel een sketch is en niet in een daadwerkelijke klas. Dit is echt iemand. Je hoort toch dat ik niet de enige ben? Jij bent hier degene die aandacht vraagt, hoor. Ik vraag helemaal... Hou je bek, man. Bailey, hou je bek, man. Ja, het is nu... Hij is nu op een punt dat hij alleen maar gaat lopen schreeuwen. Ja. Hou je bek, hou je bek, hou je bek. Ik denk dat ze allemaal stil zijn nu, hoor. Ja. Oh. Wat denk je? Moet komen of zo? Normaal. Baby, hallo. Ja, klopt wel. Want iedereen heeft het gezien. Even rustig. Iedereen heeft dat gezien. Ja. Wie heeft dat gezien? Priscilla. Wie heeft dat gezien? Hoe kan je dat nou zien? Je weet geen zin wat ik heb gedaan, man. Jongen, Sophie moet ook rustig doen. Bailey moet iedereen... Hey, Anita, hou je bek. Anita, hou je bek, man. Inderdaad, daar ben ik het mee eens. Helemaal Anita, eens. Meijer. Anita moet gewoon de bek dicht houden, want die zit gewoon slap te brabbelen weer. Dus we hebben nou Anita, die moet de bek houden. We hebben nu Bailey. Wie is Bailey? Weet ik niet, hij moet zijn bek houden. Zij moet ook de bek houden. Er zijn in ieder geval heel veel mensen die even hun bek dicht moeten houden. Ze doen het niet. Oprah, hou je bek met me. Baby. Wat is dat? Ging eerst even sensuele dans doen. Een sensuele lokdans. Wat hij deed in de klas, wat hij deed, dat was zijn lokroep. Kun jij dat even doen? Want dat weet je niet, maar dat...
Daar komt Maan binnen. Dat zien jullie niet. Nee. Maan, even oprotten nou. Hou je bek. En kappen met die logroep daar. Jongens, ga je slaan. En nu is het aan. En wat is dit? Dit is een trollpoppetje, hè? Weet je wel, vroeger met haar haar waar je dan kon kammen. Hè? Dat is Jacob Dubbel. Begrijp dat jij dat geluidje aan het maken bent. Daar wil ik even... We gaan dus even terug naar de essentie. Want ik hoor van Sophie dat jij dat geluidje aan het maken bent. Chill. Hij gaat nou als een stier. En losgeslagen stier gaat in die klas ontlopen. En wie wil kappen, zegt hij. En wie wil kappen? Kom, want die krijgt ze, hoor. Denk je wel, nee, dat gaat de Lijf van mijn spullen! Ik kan hier echt niet naar kijken. Ik word echt onwel gewoon. Waarschijnlijk zijn dit mensen die zijn ingehuurd. Misschien zijn het zelfs ingehuurde acteurs. Dat lijkt me sterk trouwens, maar goed. Dan heeft het heel veel gekost hoor. En het resultaat is gewoon verschrikkelijk. Ik merk wel dat er meer mensen een beetje geïrriteerd raken. Kom zeg maar ja, ja. Hallo, ik ben met jou aan het praten nu. Ja? Ja. Ik heb contact met jou. Volgens mij wel. Volgens ja, mij volgens mij ook, hè? Ja, dus volgens mij ook, ja. Ho. Peter begint nu een beetje opgefokt te raken. Peter gaat zijn zo hard bek roepen. Hè? Heb ik contact met jou? Hè? Of niet? Volgens mij wel. Nee, deze jongen moet een opvoeding krijgen. Dat is het. Jij bent gewoon niet vaak genoeg in de hoek gezet vroeger. In de hoek zetten, dat lost alles op, mensen. Ja, ik heb vroeger misdaden gepleegd, jongen. Ik heb vuurwerkbommen afgevuurd. Ik heb mensen laten struikelen op het zebrapad. Toen ik eenmaal in de hoek stond, toen dacht ik wel ineens van ja, ik ga mijn leven wel moeten beteren nu. En dat heb je ook gedaan. Ja, klopt. Nu lach ik mensen op afstand uit via een video. Ja. Weet je wat? Anders even in de hoek staan in die hoek, ja. Oh man, ik vind die gast irritant, maar ik vind haar ook irritant. Omdat iedereen kent ook wel iemand van het middelbare die zo was. Zij was precies zo. En ik denk dat mensen die bij mij op het middelbare zaten ook precies weten wie dit is. Ja, het was zo. Oh. Ja, was dat ook zo'n kutwijf? Ga je in de hoek staan? Kijk, dit is die heropvoeding. Ik ga in de hoek staan. Ik ga in de hoek. Hij luistert wel. Ja. Wat ga je doen? Hoek in de hoek? In de hoek? Maar de kast staat ervoor. What the fuck? Dit is een beetje dat Jochem Meijer ziet. Ja, ik snap er niks van. Hij moet in de hoek. Jullie kast staat ervoor, kan hij doen? Ja, ga dan. Benny, wat ben je aan het doen? Ga eens even zitten, joh. Hey, de hoek in. Wat doet hij? Hij gaat de hoek in. Hoe vaak moet ik nou nog zeggen dat die jongen de hoek in gaat? Nu nou is hij zo moeilijk. Oké. Peter staat er ook bij als het opgelost is. Nee. En zo was het toch een succesvolle les. We hebben eigenlijk niks behandeld. Maar zometeen komt hij uit die hoek, jongen. Hij is herboren, die gast. Ja, hij kan gevaarlijk uit de hoek komen, dat weet ik wel. Als hij stil blijft, ja, mag jij de hele les in de hoek zitten. Hé, jij mag hier in de hoek blijven, maar ik wil niks meer van jou horen, ja? Ik vind het een goed idee van jou. Volgens mij is hij niet helemaal tevreden met het resultaat. Nee, hè? Nee, dit is niet wat ze bedoelen. Nee, maar misschien komt er nog een wending, want we hebben nog 20 seconden. Sophie vertelde tegen mij dat Bailey het geluidje had gemaakt. Wat vind jij? Is dat nou snitsen of is dat nou gewoon voor jezelf opkomen? Laat het me weten. Hij zei dat Bailey het geluidje had gemaakt. Is dat snitsen? Jongens, wat denken jullie? Was dat snitsen? Is Bailey gesnitst? Heb jij ook wel eens iemand gesnitst? Laat eens weten waarom jij iemand hebt gesnitst. Wij zijn heel benieuwd hoe je dit snitst. En hoeveel jaar gevangenisstraf diegene heeft gekregen? Ik moet zeggen, ik ben wel blij dat op het einde iedereen zijn bek hield. Hou je bek! Want dat werd ook eens even tijd. Maar over het algemeen moet ik zeggen, Peter Hoefnagels is het verschrikkelijk slecht opgelost. Hier voor jou. Jongens, bedankt voor het kijken, like en abonneer en laat een comment achter. Ja, dan vergeet je genoeg outro. Hey, hou je bek, Simon! Wat de fuck? Ja, oké. Goh, ik ben echt even boos, weet je.